zal de Bus Prestige voorstellen. De Bus Prestige is een gewone buschamber die op de plaats van een lagering in inox-tanks een rijping gaat van 6 à 7 maanden in die eikentonnen. En met die rijping van 8 maanden in eikentonnen wordt zij verrijkt met de tannins van het hout. En dan kreeg zij heel complexe aroma's van whiskies, van cognac, van sherry's enzovoort. Door de houtinvloeden gaan we onmiddellijk eigenlijk een beetje de zuurtes eruit krijgen van dat ook in de geus zit. En dat komt ook in de smaak terug. Het zoete begint al wat meer af te zwakken en die zuurtes die komen daar wel. De tannines misschien, maar dan heel natuurlijk, hè. Het is heel subtiel. Met welke gerechten zou je dit combineren? Oh, ik zou rustig een goed stukje vis bij eten, heel naturel, met iets zuurige toetsen. Ofwel zo iets naar een escabeche toe of zoiets, zo, gemarineerd. Ik was in de richting van kaas aan het denken, echt toch iets vrij hartigs, iets heel sterk zou ik. Ofwel in de richting van de harde kazen, van de misschien Comté of iets van dat genre. Hoe ver kan je gaan met straffe kazen, bijvoorbeeld een herfse? Ik vind dat een herfse nogal hard is hiervoor. Ik ga ook meer in de richting van een mimolet, een goede brokkelkaas. Een brokkelkaas. Rijpenaar. Rijpenaar. En als we in het buitenland gaan zoeken, een goede parmezaanse. Ik zou het sowieso niet gaan gebruiken om te koken. Daar is het te fragiel voor en ook veel te goed voor. Ja. Je gaat smaken verliezen door ermee te gaan koken. Dus ik zou het echt als begeleiding geven, ja. Dit is eigenlijk geen gewoon bier meer. Het is iets tussen bier en wijn. Het is sowieso in een ander segment van bier. Dit gaan we nooit in een café gaan drinken. Dit heeft prestige nodig. En de omgeving en het bier gaan elkaar complementair versterken.